Nou, jullie zijn net klaar met eten. Ja. Tijd voor een mooi verhaal. Maar ik heb geen voetballieder hoor. Maar wel over het spanningsverhaal over de kleren van de keizer. Oh, jij kent het verhaal al? Dat hij zo trots was. En dat hij iedere dag opnieuw een gloednieuw kostuum aan wilde. En dat zijn torenkamers uitpelden. Helemaal bol stonden van de kostuums. En dat het volk van hem zijn onderdaan helemaal boven de top van de bedden. En dat, de kleermakers dan een onzichtbaar kostuum maken. En dan weet ik het niet meer. Hoe gaat dat verder, weet je dat? Maar ja, er waren mensen die het konden zien. Niet eens een blootje, het is een onzichtbare kostuum. Hij dacht onzichtbare kostuum, hè? Ja, want hij had al in de spiegel gekeken en hij dacht, oh. De kleermakers hadden namelijk verteld, alleen de mensen die heel veel van hem houden of heel goed zijn in hun mooie kostuum zien. Maar oh, zegt de keizer, iedereen houdt van mij en iedereen is hier goed in zijn beroep. Maar toen ging hij voor de spiegel staan, keek hij op zijn grote billen. Toch? En toen dacht hij, ik hou heel veel van mezelf, dus dat kan niet zijn. Ik ben geen goede keizer. Anders. Meestal zijn mijn verhalen langer dan de liefde. Ja, dat is echt waar hoor. Dan sta ik heel lang te zeveren en te zeuren. Jij krijgt thuis een beetje weinig aandacht. Ja, ja. Eigenlijk zijn wij een duo, maar we hebben er meegenomen. Ja, jij zit anders ook met thuis. Ja, ik ga eventjes voor die jongens